Hallo, mijn naam is Marjolein Loderichs en welkom bij deze allereerste sessie van deze Gabriel Methode Inspiratieserie. De komende tijd kun je een aantal links van ons verwachten die we op Facebook plaatsen en die je ook kunt vinden op de website. Met daarin verschillende kanten belicht die je wellicht nodig hebt om te weten als je de Gabriel Methode doet. Aangezien de Gabriel Methode geen dieet is, maar een holistische benadering die je helpt om het probleem achter je overgewicht op te lossen, kan het je helpen wanneer je snapt waar de Gabriel Methode nou eigenlijk over gaat. Zeker gezien vanwege het feit dat het normale manier van afvallen in Nederland is toch, we gaan een dieet doen en je gaat sporten. En als je dat niet doet, ja, dan ben je te dik, dus het ligt allemaal aan jezelf. Nou, wij weten beter, want wij weten wat de principes zijn die maken dat het lichaam vet opslaat. En dat willen we graag met je delen, zodat je het ook kunt gaan begrijpen, waardoor je voor eens en voor altijd de strijd met overgewicht kunt oplossen en je lichaam weer gaat voeden zoals het hoort en ook de relatie met je lichaam weer hersteld wordt, zodat je gewoon een gelukkig leven kunt leiden. Blij met jezelf, waardoor je blij bent met je omgeving, waardoor je je goed voelt. Nou, en op die manier je leven kunt leiden. En vandaag praat ik met Gabriel Methode Coach, internationaal Gabriel Methode Coach, Desiree Manders moet ik zeggen. Zij is onderdeel van het Ultimate Coaching Team van John Gabriel. Coacht al een aantal jaren internationaal klanten van John om weer naar een gezond gewicht gebracht te worden. En welkom, Dave. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn. Ja. Vandaag ga jij de basis uitleggen die mensen nodig hebben om stap voor stap de Gabriel-methode te kunnen integreren in hun leven. Dus misschien kun je wat vertellen over waar je aan moet gaan denken wanneer je de Gabriel-methode begint. Ja, we beginnen even bij het allereerste begin. Ik ga er voor het gemak even vanuit dat jullie allemaal het boek hebben gelezen van John Gabriel. Als je dat niet hebt gedaan, is het een absolute aanrader. Die kan je gewoon aanschaffen bij ons in de webshop, de Gabriel-methode webshop. En daarin staat precies geschreven wat de Gabriel-methode is. Want de Gabriel-methode komt dus van John Gabriel af. Vandaar dat vertalen we in het Nederlands als Gabriel-methode. En John Gabriel die heeft zijn eigen verhaal geleefd. Die had namelijk zwaar overgewicht. Komt uit Amerika oorspronkelijk, woont nu in Australië. En die had elk mogelijk dieet geprobeerd wat er te proberen viel. En hij viel niet af. Sterker nog, hij kwam elke keer aan nadat hij een dieet had gevolgd. Nou is John Gabriel niet alleen een hele sympathieke man, hij is ook nog heel erg slim. En hij dacht van, hoe zit het nou? Ik wil weten waarom het komt dat mijn lichaam op de een of andere manier het overgewicht vasthoudt. En dat is gaan bestuderen en daar is zijn hele methode op gebaseerd en rondgeschreven. En hij kwam erachter in zijn zoektocht dat er een reden was voor het lichaam om overgewicht vast te houden, omdat een deel van hem zich niet veilig voelde. Nou, hoe zit dat nou? Ik heb hier een plaatje van het primitieve brein. We hebben verschillende delen in ons brein die allemaal een functie hebben. En een van die delen is de amygdala. Dat zie je op dit plaatje als twee gele knoppen. Dat zijn verzamelingen van zenuwuiteinden. En die worden ook wel de ogen van de emotie genoemd. En met dat dierlijke deel van je brein zorgt je brein ervoor dat je de impulsen krijgt van ik ben veilig of ik ben onveilig. Dus het primitieve brein interpreteert je gedachten, ben ik veilig, ben ik onveilig, daar begint het mee. Als je je veilig voelt, dan is er niks aan de hand. Ben ik veilig, zijn op groen, dan leef je in zijn algemeenheid, we houden het even een beetje algemeen hier, leef je een goed leven, voel je je prettig, is er niks aan de hand. Echter, als je je onveilig voelt, dan kan het maar zo zijn dat je last hebt van overgewicht of de andere kant van de medaille is dat je last hebt van ondergewicht. En dat vinden we geen problemen in deze samenleving. In onze samenleving geen probleem. Als we iemand vinden die te dun is, dan zullen we hooguit zeggen, goed, wat is die dun? Maar dan voldoet diegene nog steeds wel aan het ideaalplaatje, want dun is kennelijk goed. En mensen met overgewicht, die krijgen al snel een label opgeplakt, want die zal wel te veel eten. Ja, wil niet zeggen dat mensen die dun zijn dus geen stress kennen. Nee, klopt. Ze interpreteren het alleen anders. Ze interpreteren het anders, klopt. Maar de mensen die hier naar kijken op dit moment, hebben waarschijnlijk te maken met overgewicht. Ja. Hoewel deze principes van de Gabriel-methode dus ook werken voor, slaan op of werken voor de mensen die ondergewicht hebben. Want het is hetzelfde mechanisme dat het dierlijke brein, die amygdala, moet reageren om je veilig te houden. En dat dateert echt uit de oertijd. Vroeger in de oertijd moest je of zwaar zijn om je te beschermen tegen
de winter of om vetreserves te hebben voor tijden dat er voedselschaarste was. Mm-hmm. Of je leefde misschien in een gebied waar er veel tijgers rondliepen en moest je dun zijn om weg te kunnen rennen. Ja. Dus heel even kort door de bocht, is dat het hele principe achter waarom... Ja, we hebben het in de GABA-methode altijd over wat zijn de redenen waarom het lichaam overgewicht vast moet houden. En dat heeft dus puur te maken met je reactie op gevaar. Dat dierlijke brein, dat reageert eigenlijk heel kort door de bocht. Dat kent enkel veilig en onveilig en die kan niet contextgericht denken. Dus die kan niet denken van, oh, nu valt het wel mee en morgen is het misschien erger. Nee, die reageert dus heel sec op stress, op dingen die gevaarlijk zijn. En dan hebben we het dus niet alleen over fysiek gevaar, maar we hebben het ook over gevaar van het tekort aan voeding. Dat zag je, had ik net verteld in het vorige plaatje, dat het lichaam soms overgewicht moet, of gewicht moet vasthouden voor al die keren dat er misschien schaarste is. Nou, veel mensen die bij ons komen in de GABA-methode zijn chronische diëters, omdat die hun leven lang al strijden tegen de kilo's en hun leven lang al bezig zijn om door middel van crash-dieet of hongerdiëten, als ik maar geen calorieën erin krijg, dan zet het ook niet aan op die manier op gewicht te blijven of gewicht te verliezen. Dat geeft jouw hele systeem een signaal van tekorten, want je gaat namelijk jezelf iets, ontzeggen, dankjewel. Je gaat jezelf iets ontzeggen. En dat dierlijke brein, die dus enkel het signaal veilig of onveilig kent, die denkt we zijn onveilig, want we krijgen niet genoeg eten. Maar alle betekenissen van tekorten worden in jouw systeem omgezet of zetten de vetknop aan. Hè. Daar heeft John Gabriel het over, die noemt dat de zogenaamde vetknop. Dat is natuurlijk niet echt een knopje in je lijf, maar metaforisch is dat een knop. Van wat zorgt er nou voor dat het knopje vet aanstaat? Of wat zorgt er nou voor dat je veilig gewicht kan verliezen? En als je snapt dat het dierlijke brein dus signalen heel erg zwart-wit interpreteert, dan zal hij alle tekorten omzetten in een tekort aan voedsel. Dus als je fysiek tekorten hebt, namelijk je krijgt niet de juiste voeding binnen. Dus je vult jezelf al, maar je voedt jezelf niet. Ja, dus je eet dagelijks patat en frikandellen en brood. Ja, of dagelijks wit brood met kaas voor mijn part. Of wat je dan ook. Maar je krijgt niet de juiste micronutriënten binnen. Het woord kan je meteen even vergeten. Maar het gaat erom dat je niet alle vitamine, mineralen, enzymen binnenkrijgt die jouw lichaam nodig heeft om het voedsel te kunnen verteren. Dan kan je dus eten wat je wil, maar dan zou je lichaam het herkennen als een tekort aan voedingsstoffen. Dat zet je vetknop aan. Dus dan ga je nog meer eten, maar je voedingspatroon is eigenlijk al... Je herhaalt eigenlijk wat je steeds al doet. Ja. Je verandert het voedingspatroon niet en daardoor blijf je honger houden als het ware. Ja, blijf je eten, dan kom je aan. Ja. Hetzelfde geldt voor zogenaamde lege koolhydraten. Als je veel... veel pasta en brood eet. En dat zijn snelle koolhydraten die heel snel worden omgezet in energie. Die ervoor zorgen dat je snel weer meer nodig hebt. En dat kan dus ook maken dat je heel veel eet, maar toch niet genoeg binnenkrijgt omdat het gewoon heel snel wordt omgezet. Ja. Voor het gemak van deze bijeenkomst gaan we niet te diep op de dingen in. Het zijn echt even de pijlers waarom dit, waar gaat de GABA-methode nou om? Het gaat erom dat elke betekenis van tekort zet je zogenaamde vetknop aan. Dus je kunt eten wat je wil. Als je niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt, dan zal jouw lichaam, jouw systeem het als een tekort ervaren. En die gaat opslaan, want die weet niet wanneer die weer de juiste energie binnenkrijgt. Juist. Je kan emotioneel tekort ervaren. Dat is als je niet vrij bent om vrij met je emoties om te gaan. Er is niks mis met het hebben van emoties. Maar wanneer je wordt overspoeld door emoties. Of juist niet weet hoe je emoties moet hebben. Dan ervaart jouw systeem ook weer. Laat het maar gewoon even zien als een systeem. Hè? Dat is een soort supercomputer. Die denkt er ontbreekt hier iets. Wat het dan ook is. Dat dierlijk brein snapt dat niet. Wat dat is. Die kan het niet geen mening of geen betekenis aan geven. Die voelt alleen dat er een tekort is. En die vertaalt het dan in het geval van overgewicht aan het tekort aan voedsel. Ja. En die gaat dus weer vastzetten. Dat hoeft niet bewust te zijn. Hè? Dat kan ook onbewust zijn. Ja, meestal is het zelfs onbewust. Ja. Dat je op onbewust niveau. En daarom strijden mensen zo met hun gewicht. Omdat ze alleen gefocust zijn van er is iets mis met mijn lichaam. Daar klopt iets niet. Ik ben te zwaar. Terwijl ze helemaal niet weten wat er nou eigenlijk aan de grondslag ligt. Ja, en dat is waar wij als coach dan onze input kunnen geven. Omdat wij wel kunnen horen van hier hoor ik een tekort. Ja. We kunnen het grotere geheel zien. En het is grappig, want datzelfde wat je net zegt, hè, van die focus op
Ik ben te zwaar, dat is niet goed. Zet ook weer de vetknop aan. Ja. En zo ben je aan alle kanten, graaf je jezelf nog dieper in. Ja, want wat jij zojuist zegt, dat is weer een mentaal tekort. Dus waar jij denkt in tekorten, namelijk mijn lichaam is niet goed. Dat is een vrije vertaling van een tekort. Ja. Er ontbreekt iets, er is iets niet goed aan mijn lichaam of aan mijn leven. Dus mentaal is, wat denk je over de wereld? Waar ervaar je tekort? En daar hoef je dus niet bewust van te zijn. Ja. De andere pilaren hebben nog het energetische en het spiritueel. Die kan je eigenlijk wel bij elkaar samenvoegen. Dat is, kun je vertalen als waar kan je hart niet volgen, waar kan je niet volledig jezelf zijn. Of waar draag je juist het leed van de wereld op je schouders. Mm-hmm. En dat allemaal kun je vertalen naar onveilige situatie. En dat kan de reden zijn dat het lichaam zich zwaar moet maken om zich te beschermen. Nogmaals vertaald naar het dierlijke brein, een tekort aan voeding, dus het moet me beschermen tegen een tekorten, maar het kan ook een soort grens of een barrière opwerpen. Wat ik merk in mijn coachingsgesprekken, dat ik veel met vrouwen werk en dat ik veel werk met vrouwen die in hun jeugd iets hebben meegemaakt waardoor ze niet veilig waren. Ja. Dan is het eigenlijk best logisch dat het lichaam een barrière opwerpt, of om maar niet aantrekkelijk te zijn, of om niet gezien te worden. Of om gewoon echt een fysiek groot te zijn, groot schikt af. Ja. Ja, later komen we ook terug op de manier waarop dat onderbewustzijn werkt. Want je zou je af kunnen vragen, goh, hoe kan dat nou dat dat zomaar door blijft gaan, terwijl ik inmiddels al lang niet meer in die situatie zit. In een van de volgende sessies zal ik, Marjolein dus, het een en ander vertellen over hoe dat onderbewustzijn nou precies informatie opslaat. En hoe het kan dat je nu nog last kunt hebben van trauma's die misschien al lang voorbij zijn. Maar voor de mind dus nog steeds in het nu zijn als het ware. En waarom het dan zo belangrijk is om dat aan te pakken als je wilt afvallen. Dus daar komen we ook later nog een keer uitgebreid op terug. En sterker nog, waarom je niet in staat bent om af te vallen. Als je dat niet aanpakt. Als je dat niet opgelost hebt. Ja, inderdaad. Nou, dus die pilaren waar we het net over hadden, waar die Gabi-methode op steunt. Een daarvan is fysiek. Want wij zeggen wel, de Gabi-methode is geen dieet, maar het element voeding komt er wel zeker aan te passen. Dat is ook zeker een belangrijk onderdeel. Mm-hmm. Maar dan vanuit een heel ander perspectief, namelijk we gaan kijken naar wat ontbreekt er aan je lichaam, wat ontbreekt er aan je voeding. Want heel veel mensen weten wel heel goed hoe ze goed kunnen eten en wat goede / slechte voeding is. Mm-hmm. Maar we zijn ons vaak niet bewust van dat zelfs de verse groenten in de supermarkt toch nog een soort van bewerkt zijn, omdat ze via een vrachtwagen en een boot en een vliegtuig hier naartoe moesten komen en bespoten zijn en net wat. Ik heb mij ooit laten vertellen dat als je een verse tomaat hebt, vers van het land, onbewerkt, dat die tomaat in zich alle enzymen heeft die die tomaat nodig heeft om zichzelf te laten verteren als je die zo op eet. Maar als je die tomaat gaat koken of bakken, dan verlies je weer wat van die voedingswaarde, dan verlies je weer wat van die enzymen. En zo kan je dus heel gezond eten, maar toch op het moment dat je het gaat bewerken door te koken of te bakken, ontdoe je het alweer aan levensenergie. Ja. En zo kan het dus zijn dat je denkt dat je heel gezond eet, maar dat je toch niet genoeg binnenkrijgt. Of dat je denkt dat je heel gezond eet, maar dat je niet genoeg binnenkrijgt. Ja. Omdat je niet, ik eet 's ochtends een appel en 's middags een salade en 's avonds drink ik een soepje, want dan eet ik zo lekker gezond. Maar dan krijg je eigenlijk over de dag veel te weinig binnen. Oké, dus daar moet je echt op letten wanneer je dit doet. Heel belangrijk, want hoe ik het altijd uitleg aan mijn cliënten, het is heel belangrijk om aan het mentale en emotionele aspect te werken, maar als je lichaam geen goede basis heeft, dan kan die veranderingen niet eens dragen. Mm-hmm. Dus je moet ervoor zorgen dat je lichaam, of je tempel misschien, of je voertuig, net hoe je het wil zien, dat wat jou levend houdt en staande houdt, dat goed verzorgd is. En dat ga je doen door het rust te geven. Daar komen we straks over terug. En dat is ook wat jij in jouw sessie gaat doen. Hè? Hoe ga je je geest en je lichaam rust geven. Maar je gaat het zeker ook doen door het lichaam energie te geven. En mensen die hun leven lang gedieet hebben. Of hun leven lang bezig zijn met voedsel. Door te labelen van het is goed of slecht. Zeggen we altijd, ga niet ineens alles overboord gooien. Die stap van altijd dieet naar geen dieet is te groot. Dus blijf, als je net begint met de Gabi-methode, blijf gewoon doen wat je altijd hebt gedaan. Blijf eten wat je altijd hebt gegeten, maar ga toevoegen. Zorg ervoor dat je levende voeding gaat toevoegen. Levende voeding is niets anders dan ongekookt en onbewerkt. Dus een frisse salade, of een bakje rauwkost, of wat fruit. Juice, een smoothie. Ja, dat is tegenwoordig helemaal in. Je kan het internet niet opgaan of je vindt wel een recept over hoe je sappen moet maken, hoe je moet juicen. Hoe je smoothies maakt. Gewoon, weet je, als je een staafmixer hebt, dan kom je al een heel eind. Gooi wat stukken fruit en een handvol verse spinazie in een blender en zet je staafmixer erop en dan heb je al een lekkere sap.
dan heb je al iets toegevoegd. Ga omega 3 toevoegen, dat vind je in zaden en noten, bijvoorbeeld lijnzaad en chiazaad. Chiazaad is ook helemaal populair, dat is een hartstikke goede bron van omega 3. Plantaardig. Plantaardig, ja. Ga zorgen dat je proteïne toevoegt. Dat vind je dan weer in koud water, vis, wild gevangen, alsjeblieft niet gekweekt. Want die gekweekte vissen worden gevoed met voedingsstoffen die we liever niet tot ons nemen. Maar een kipfilet, eiwitten, er is heel veel informatie over waar je die goede proteïne vandaan haalt. En zo ga je dus doen wat je altijd hebt gedaan, maar je gaat langzaam aan toevoegen. En wat je dan gaat merken op den duur is dat je lichaam gaat vragen om die dingen die goed voor het is. Omdat het nu weer gaat herkennen van, oh ja, maar ik had eigenlijk die enzymen nodig en ik had eigenlijk die mineralen nodig. Wordt uitgebreid nog eens een keer uitgelegd door Roos Frederik Fontaine. Ja. Dus we hoeven hier niet al te diep op in te gaan. Okay. Zorg ervoor dat je de sessie van Frederik Fontaine ziet. Of luistert wanneer je interesse hebt om te horen hoe die darmen een essentiële rol kunnen spelen bij het afvallen. Bij de GABA-methode gaan wij altijd uit van simpele stappen. Hou het zo makkelijk mogelijk voor jezelf, zodat het leuk blijft. Als je het nou heel erg uitdagend vindt om de juiste dingen erbij te gaan eten, omdat je het gewoon niet kunt bedenken of omdat het te veel tijd en moeite kost, ga dan naar onze GABA-methode webshop, want daar verkopen wij een hele goede toevoeging. Dat heet Vega All-in-One. Gebruik ik zelf al jaren en ik merk het echt in mijn energie als ik het wel eens niet neem, ten opzichte van het wel nemen. En het is gewoon een poeder, het is geen maaltijdvervanger, want dit is geen dieet. Ik gebruik elke dag zo'n schep poeder en daar zitten alle vitamine en mineralen in die ik nodig heb om die aanvulling te hebben op mijn dagelijkse dieet. En dat is ook eigenlijk de enige reden waarom we dit in de GABA-methode webshop verkopen, is omdat de ervaringsdeskundigen, wij hebben het ook, ervaring weten dat het gewoon goed spul is. Dus daar kunnen we achter staan. Dus als je voor de makkelijke versie wil gaan, dan kan je die producten van Vega One nemen en dan kan je gewoon van je lijstje afstrepen. Oké, ik heb vandaag ervoor gezorgd dat ik me ging voeden met de juiste dingen erbij te nemen. Oké, dan de volgende pilaar is emotioneel. Ga je op een gezonde manier met jouw emoties om? Dat is wel een interessante ook. Want ik had laatst nog een gesprek met iemand die zei van, ja, maar ik weet, ik kan heel goed met mijn emoties omgaan, maar die kon toch een bepaald iets niet loslaten. Ik denk, ja, je bent een intelligente man, helemaal niks mis mee. Maar die bleef maar vasthangen in dat ene iets wat hem was overkomen. Omdat hij zich gewoon niet los kon maken van de emotie die hem werkelijk overspoelde. En omdat hij zo overspoeld was door emotie, kon hij ook niet meer de afstand nemen om te kunnen zien wat er werkelijk aan de hand was. En dat gebeurt ook weer op onbewust niveau, dat we doorheen je leven maak je van alles mee. Dat sla je op in je systeem. Ons brein is een opslagbewustzijn. Dus alles wat je ooit hebt gezien, meegemaakt, geleerd, is daarin opgeslagen. Maar ook de betekenissen die je eraan hebt gegeven. En dan kan het zo zijn dat je op je 5e iets hebt meegemaakt wat wij als volwassenen daar niks van zouden vinden, maar wat jij als 5-jarige toen als heel ernstig hebt ervaren. Het kan gewoon zijn dat iemand je uit heeft gelachen, bij wijze van spreken. Bijvoorbeeld, of dat de juf zei van, ga jij maar even op de gang rustig zitten werken. En dat je dat op dat moment als een enorme afwijzing hebt ervaren. En dat zit dan in je systeem of in je opslagbewustzijn opgeslagen. En het kan maar zo zijn dat je hele leven lang nog doorspeelt zonder dat je het doorhebt. En als dan nu iemand tegen je zegt, ga jij anders maar eventjes, wacht maar even op de gang op en dan kom ik zo naar je toe. Dat je onbewust daar van alles van vindt en je heel ellendig voelt. En zo werkt dat mechanisme dus de hele dag door. En als je snapt dat je primitieve brein signalen interpreteert als veilig of onveilig, dan kan het maar zo zijn dat iets van heel vroeger, wat de hele tijd op de achtergrond doorsuddert, jouw systeem de hele tijd het signaal geeft, je bent niet veilig. Wat dat betreft kun je bijna je mind vergelijken met een computer. Hè? Er lopen gewoon programma's op de achtergrond die je niet zichtbaar hebt, maar die wel degelijk maken en invloed hebben op hoe jij de wereld ervaart. Ja, en de crux zit hem dus in het stukje bewustzijn en onbewustzijn. Dus als bewuste volwassene die je vandaag bent, kan je de wereld in een bepaald perspectief zien. Maar in het onderbewuste gedeelte is het dus inderdaad een supercomputer die de hele tijd maar oude programma's afdraait. En helaas leren wij op school niet hoe je dat uitzet. Nee. En jij en ik hebben dat wel geleerd. Gelukkig zijn er trainingen voor die je dat kunnen leren. Ja, maar dat kan dus een reden zijn dat je denkt van, ik heb alles al geprobeerd en toch kan ik niet afvallen. Dat is niet omdat je verkeerd eet of omdat er iets mis met je is. Maar dat is omdat er vervuilde data op je harde schijf zit. Ja. Die ervoor zorgt dat je angstprogramma's aanstaan en je vetknop aan blijft staan. Ik ben bij emotioneel, er is wel een goede kanttekening nog even gemaakt kan worden. Je hebt aan de ene kant dus het verwerken van de emoties en dat dat belangrijk is.
En aan de andere kant is het ook zo dat als je jezelf niet dun kunt voorstellen, dus als jij een plaatje maakt in je hoofd van een slanke jij, maatje 36 of 38 of wat je dan ook slank vindt, 40, prima. Je probeert daar een beeld van te maken, maar je kunt dat niet voor je zien. Dan heeft dat vaak te maken met dat er toch een enorm gevoel van onveiligheid verbonden is aan het slank zijn. Dus dat is ook nog even een ander element van de emotionele kant van het verhaal. En het kan een mooie aanwijzing zijn, als je dus afvraagt hoe kan het dat ik niet kan afvallen, dat er dus ergens op onbewust niveau een onveiligheid zit, wanneer je als slanke vrouw of man door het leven zou gaan. Ja. Dus dat is een hele goede aanwijzing als je hiermee aan de gang gaat en je hebt die overtuiging, dan is dat echt iets waar je naar wil kijken en aan wil gaan werken. Nou, het mentale aspect is wat geloven over jezelf en over de wereld. Wat zijn je beperkende, ondersteunende overtuigingen? En dat heeft ook weer alles te maken met wat heb je op je harde schijf opgeslagen. Want dat is gewoon hoe ons bewustzijn werkt. Onbewust niveau komen er steeds zeg maar files naar boven. Dossiers worden er naar boven getrokken zonder dat je doorhebt. Die dat wat je in het hier en nu ziet gaan matchen. Gaan samenvoegen met iets wat je vroeger hebt meegemaakt. En als je vroeger iets hebt meegemaakt wat lijkt op wat je nu meemaakt en dat was een negatief iets of dat heeft je angstig doen voelen, dan is dat ook hoe je op onbewust niveau in het hier en nu gaat reageren. Het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar. Als je fijne herinneringen hebt, dan kan je nu ook je ineens heel erg fijn voelen. Maar als we het hebben over beperkende overtuigingen, is dat dus dat je overtuigd bent dat X altijd negatief is. En als je nu X ziet, wat het dan ook is, dan op onbewust niveau ga je er meteen reageren als iets wat negatief dan wel gevaarlijk is. En dat is het mentale aspect. Wat geloof je over jezelf? En het zijn weer diezelfde programma's die lopen. En die dus eigenlijk best moeilijk zijn om zelf te ontdekken. Ja, want je weet het niet, hè? Het is zo normaal voor jezelf is, dan weet je gewoon niet dat op de achtergrond aan het lopen is. Klopt. Het energetische aspect is ook iets waar ik in heel veel coachings tegenaan loop. Is dat de meeste mensen, en zeker vrouwen, het toch lastig vinden om bij zichzelf te blijven. Omdat wij in onze westerse maatschappij zo geleerd hebben dat je als vrouw of moeder of dochter of vriendin voor een ander bent. Heel veel mensen hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Heel veel mensen vinden het belangrijk wat anderen van zich vinden. Ja. Eerst voor een ander zorgen en dan pas voor jezelf. Ja. Ja. John is heel succesvol afgevallen. En die heeft daar een programma over geschreven, een boek over geschreven. En waar is hij mee begonnen? Hij is 3 dingen gaan doen. En dat heeft hij heel lang volgehouden. En voor zover ik weet, doet hij dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Ja. En het is inmiddels 11 jaar geleden dat hij begon aan zijn strijd tegen de kilo's. Of het afvallen voor de rest van zijn leven. Hij heeft er overigens 3 jaar over gedaan. Even om het in perspectief te zetten. Hou rekening mee, dat is dus geen dieet. Het is echt het omzetten van een levensstijl. Om jezelf weer te gaan voeden en ondersteunen. En een gezonde geest en een gezond lichaam te hebben. Dat heeft tijd nodig. Wat je hebt opgebouwd in zoveel jaren. Is niet in 2 weken om te zetten. Nee, dit kan eigenlijk niet genoeg benadrukt worden. Om ook teleurstelling te voorkomen. Dus mocht je interesse hebben om de Game Your methode te doen. Of je doet het al. Kijk dan of je gedachten krijgt over dat je vindt dat het niet snel genoeg gaat, et cetera. Want dan is het echt tijd om dat bij te sturen en te snappen dat dit geen dieet is. Nogmaals, het kan niet snel, want je bent echt bezig om vanuit het onderbewustzijn een duurzame verandering aan te brengen. Zodat het afvallen vanzelf gaat. En dat is wat je hiermee aan het doen bent. Ja. Dit kan je niet vergelijken met een dieet, op geen enkele manier. Nee, het is echt weer opnieuw voor jezelf gaan zorgen, lichaam en geest. En dat is dus wat John Gabriel heeft gedaan. En daar dus al 11 jaar lang heel succesvol mee is. En hij is natuurlijk slank en hij ziet er heel erg goed uit. Hij is afgevallen zonder loshangend vel te hebben. Waarom? Omdat het zo langzaam en geleidelijk aan ging. En je lichaam heeft gewoon, je huid is een soort, je kan je vergelijken als een elastiekje, het trekt heel lang op. En als je het heel langzaam weer terug laat gaan, dus door langzaam af te vallen, dan behoudt het gewoon zijn elasticiteit. Dat blijkt. En daar is John het voorbeeld van. Er is niks aan zijn foto's gefotoshopt. Het is gewoon een eerlijk verhaal. Ja. En dus dat is de reden waarom hij kan afvallen zonder dat extra vel te houden. Is omdat hij daar jaren over heeft gedaan om op dat natuurlijke gewicht te komen. Nou, ik vind ook, mag ik nog wat zeggen? Want ik vind het ook hier dat je hier ook een heel belangrijk punt raakt. Kijk, stel voor je luistert nu naar wat Desiree vertelt over dat overtollige vet van John. Dat die huid dus zichzelf terug heeft gebracht naar de originele staat. En je mind zegt, ja, dat kan niet en ik geloof het niet en het is een scam. Ja. Dan kan je ook niet de Game Your methode doen. Eenvoudigweg, omdat dat mentale factoren zijn die je proces zullen bemoeilijken. Als jij niet werkelijk gelooft dat dit kan,
dan zal het gewoon niet kunnen, want je blokkeert jezelf. Dus zelfonderzoek, wanneer je de Gabriel-methode volgt, is een essentiële stap in dit verhaal. Je ontkomt daar gewoon niet aan. Ja. Daar is er wel hulp bij. Hè? Je hoeft het niet alleen te doen. De Gabriel-methode is iets wat je heel goed alleen kunt doen. Wanneer je het boek leest en de stap in het boek volgt, kan je heel goed op eigen kracht de Gabriel-methode toepassen. Want het is heel erg simpel. Het zijn makkelijke stappen. Maar wanneer je merkt dat je tegen die emotionele of mentale blokkades oploopt, ja, dan is het misschien loont het de moeite om te praten met een gecertificeerd coach. En die hebben gewoon hier, we hebben een hartstikke mooi team hier in Nederland, die gewoon bereid zijn om met jou te praten in één of meerdere sessies, jou te helpen om erachter te komen wat die blokkades er zijn en die je tips kunnen geven hoe je dat kunt oplossen. Dus je kunt het alleen doen, maar je hoeft het zeker niet alleen te doen. Nee, ze zijn niet enkel GM-coaches. Dus we zijn niet alleen maar geschoold door John Gabriel, zeg maar. Maar daarnaast heeft iedereen die de Gabriel-methode in Nederland vertegenwoordigt ook een andere achtergrond. Waardoor wij allemaal in staat zijn om ook eigenlijk de diepte met je in te gaan. Om te kijken of er eventuele trauma's zijn of andere redenen waarom jouw lichaam vet opslaat. Hè, vanuit het Ultimate Coaching Programma, waar zowel Desiree als ik onderdeel van zijn, wat we altijd eerst doen, is gewoon op zoek gaan naar die fat switch trigger, zoals we dat noemen. Dus naar het moment waarop dat lichaam vet is gaan opslaan, want daar zit het pijnpunt. En van daaruit bouwen we dan uit in de coaching. Dus dat is misschien een idee om te doen als je echt nu denkt, dit is de tijd voor mij om dit aan te pakken en het ga ik grondig doen. Dan denk ik dat werken met een coach jou kan brengen wat je zoekt. Toegevoegde waarde, ja. En in de komende series zal je horen van de andere coaches en hun specialiteit. Mijn specialiteit is werken met het onderbewustzijn, omdat ik snap dat daar in die supercomputer, in die downloads, dat daar het probleem, het antwoord en de oplossing zit. Ja. Goed, nu even terug naar de basis van de GM. Wat GM staat natuurlijk voor Gabriel-methode. Wat ga je nou doen fysiek? Wat ga je doen om je fysiek te ondersteunen? Is water drinken. Elke dag voldoende water drinken, want heel vaak zijn wij uitgedroogd. En het lichaam kan het gevoel van uitgedroogd zijn verwarren met het gevoel van honger hebben. Ja. Dus wanneer je merkt dat je honger hebt door gedurende de dag of denkt dat je honger hebt, begin eens met een glas water te drinken en kijk dan of je nog steeds honger hebt. Als je nog steeds honger hebt, dan moet je lichaam gevoed worden. Maar het kan maar zo zijn dat je gewoon uitgedroogd bent. Ga 2,5 liter water per dag drinken, afgezien van de koffie en de thee die je eventueel nog drinkt of andere dranken die je tot je neemt. Ja, dus het water drinken is ook weer iets wat je gaat toevoegen. Precies. Wat je heel goed kunt doen is 's ochtends beginnen met een glas water met een theelepel of een eetlepel citroensap. Of een theelepel appelsiederazijn. Ik vertaal het uit het Engels. Ja. Want het is namelijk een hele goede ontgifter, een ontslakker. Als je slaapt, in je slaap verwerk je heel veel. Je lichaam verwerkt heel veel. En er komen gifstoffen vrij die je uit moet plassen. En wanneer je dan ook nog een keertje citroensap gebruikt. Of appelsiederazijn. Dan helpt dat nog eens extra om die gifstoffen uit je lichaam te drijven. En waarom is het belangrijk om die gifstoffen uit je lichaam te drijven? Omdat jouw lichaam maar in bepaalde mate die gifstoffen kan verwerken. En alles wat het niet kan uitplassen, dat moet het opslaan in het lichaam. En jouw lichaam houdt je veilig door die gifstoffen op te slaan in vetcellen. Dus als je te veel gifstof in je lijf hebt, dan is het ook lastig zo niet onmogelijk om af te vallen. Je gaat levende voeding toe eten, je gaat omega-3 toevoegen, proteïne toevoegen. En naarmate de dag vordert, ga je ophouden met koolhydraten eten. Wij gebruiken koolhydraten om te zetten in energie. En dat is heel goed gedurende de dag, want die energie heb je nodig. Maar als de dag eindigt en je gaat richting de avond, dan is het belangrijk om je lichaam rust te gunnen. En daarom wil je stoppen met koolhydraten eten, zodat het lichaam niet meer heel hard moet werken om dat om te zetten in energie. Zeg je dat goed, Marlijn? Ja. Oké, het emotionele mentale stuk ga je aanpakken, als je dat wil, als je daarvoor kiest, door bijvoorbeeld visualisaties te luisteren. De visualisaties die John heeft gemaakt, die hebben wij in het Nederlands vertaald. Marlijn heeft ochtend- en avondvisualisatie ingesproken. Daar kan je mee gaan beginnen naar te luisteren. Die helpt je om je harde schijf te wissen, zeg maar, en nieuwe programmatuur te downloaden. Dat is alles wat het doet. Het is het zijn suggesties die ondersteunend zijn, waar je onderbewustzijn heel goed op reageert. Dus je gaat gewoon andere mogelijkheden aannemen voor waarheid. En nogmaals, als je meer wil weten hoe dat werkt, dan kun je naar de andere sessie luisteren die speciaal wat dieper ingaat op hoe het onderbewustzijn werkt. Precies, dus hou de sessies in de gaten, want we gaan heel veel informatie met jullie delen.
Luister naar je gedachten wanneer je snapt dat je dierlijke brein alles interpreteert als veilig of onveilig. Ga dan eens luisteren naar je gedachten. Wat denk je nou eigenlijk? Wat denk je over de wereld? En is het mogelijk om jezelf te stoppen en een nieuwe gedachte te kiezen die ondersteunend is? Het is interessant om dat eens uit te zoeken. En dat is ook een hele mooie zogenaamde lichaam/geest oefening. Omdat je zowel naar je lichaam als naar je geest luistert en dat weer op één lijn krijgt. Je kunt zoeken naar het zoekhulp bij het oplossen van emotionele en mentale redenen achter het overgewicht. En soms is het gewoon heel moeilijk om van jezelf te zien en voel je ergens wel waar het zit. Maar kan je niet precies de vinger op leggen. Nou, dat komt omdat het gewoon ergens diep in dat onderbewustzijn zit. En daar heb je dan weer specialisten voor die je daar direct mee kunnen helpen. Dus al de GABA-methode coaches hier in Nederland hebben, die hebben zo'n specialisme waarbij ze kunnen horen wat er wordt gezegd. En het grotere geheel in kaart kunnen brengen. Ik wil er ook nog wel een kanttekening bij maken. En dat is de volgende. Kijk, als je een dieet gaat volgen, dan is je focus op het verdwijnen van het verliezen van kilo's. En natuurlijk is het bij ons is het een gevolg van wat je aan het doen bent. Het is dus niet de focus. Het gevolg van het oplossen van de trauma's of de programma's die op onderbewust niveau meelopen, is dat het lichaam zichzelf veilig gaat voelen en daardoor gaat het lichaam het overgewicht loslaten. Het is dus een gevolg en het is dus geen doel op zich. Nee. De meeste veranderingen bij onze cliënten die wij waarnemen, zijn dan ook niet zozeer in de eerste instantie in het feit dat ze kilo's verliezen. Maar gaat veel eerder over dat ze zichzelf steeds beter en beter gaan voelen. Dat ze dingen doen die ze voorheen niet meer deden. Dat ze angsten loslaten. Dat ze zichzelf genezen van dingen waar ze al heel lang mee liepen. Dus dat heeft de allereerste prioriteit. En als je iets natuurlijk al, stel je voor dat je 55 bent en je gaat dit nu doen, dan heb je waarschijnlijk al 55 jaar bepaalde gedachten gehad en die steeds maar weer bevestigd. Dan is het ook logisch dat je jezelf tijd gunt om dat om te keren. Je moet niet verwachten dat je iets wat je al 55 jaar doet binnen 2 weken hebt opgelost. Dat is gewoon niet reëel om te denken. Dus mocht je op zoek zijn naar een quick fix, dan is de GABA-methode geen goede keuze. Dan kun je beter iets anders gaan doen. Maar als je langdurig... Ja. Duurzame veranderingen wilt creëren, dan past de GABA-methode wellicht heel goed bij je. Wat mijn ervaring is, Marlijn en ik werken dus direct in het team van John Gabriel op dat internationale niveau. En daar coachen, zijn specialistcoach in de Ultimate Coaching Experience, waarbij we 6 maanden klanten begeleiden. Die nemen we 6 maanden lang aan de hand en die hebben 1-2 keer in de week een coaching sessie. En wat wij merken is dat de meeste mensen na maand 4 of 5, dat dan ineens in het systeem het kwartje gaat vallen. Dus dan hebben ze alle informatie en educatie gekregen die dat systeem nodig heeft om het te herprogrammeren, laat het zo maar even noemen. Dus een nieuwe gewoonte aan te nemen en een ander wereldbeeld te creëren als het gaat om gezondheid in je lichaam. En tegen maand 4 en 5 zeggen ze, oh, het gaat niet meer om het afvallen, want inderdaad, ik voel me veilig en ik snap wie ik ben en ik voel me prettig zoals ik ben. En ik accepteer mijn lichaam zoals het nu is. En dat is het omslagpunt waarop het lichaam dan het overwicht kan loslaten. En het lichaam heeft daar gewoon meer tijd voor nodig. Alles wat je doet op mentaal en emotioneel gebied gaat vele malen sneller dan dat het lichaam kan bijbenen. Ja. Dus het gaat erom dat je dat omkeerpunt of dat omslagpunt hebt waardoor er geen reden meer is om het overwicht vast te houden. Dat is waar dit over gaat. Ja, kijk, alleen al vanwege het feit dat het onderbewustzijn volgt aandacht. Dat is een van de dingen die het onderbewustzijn automatisch doet. Nou denk jij, als ik wil afvallen, dan ligt mijn focus op afvallen. Dus dan ga ik afvallen. Maar bij de meeste mensen die willen afvallen, ligt hun focus niet zozeer op ik wil afvallen omdat ik gezond wil zijn, maar ik wil afvallen omdat ik mezelf niet goed vind. Omdat ik mijn lichaam niet mooi vind. En dan is je focus helemaal niet op gezondheid, maar op wat je niet wil. Voor de mind is dat geen verschil. Die volgt gewoon die focus. Dus ook als je je focus zet op wat je niet wil, ben je eigenlijk juist energie aan het geven aan wat je niet wil. En dat kan het afvallen enorm bemoeilijken als dat je uitgangspunt is. Dus als je uitgangspunt om de Gabriel-methode te doen is en te volgen is, omdat je jezelf niet goed genoeg vindt, dan is dat de verkeerde focus. Vandaar ook dat John in het begin van zijn boek zegt, ik zat in de auto en het eerste wat ik mezelf afvroeg was, stel je voor dat er niks verandert. Ja. Is het dan oké voor me om zo verder te leven? Dat is het allereerste wat hij gedaan heeft. Ja. Dat geaccepteerd en toen hij eenmaal in die acceptatie, dat die acceptatie er was, van daaruit heeft hij de rest van het programma gevolgd. En toen kwam de duurzame verandering. Ja.
Ja, dus dat stuk emotioneel-mentaal is echt wel heel belangrijk, hè? En dat is ook best heel lastig dus om de vinger op te leggen, omdat het zo ondergesneeuwd is bij al die informatie die je hebt opgeslagen. Ja, precies. Als we het hebben over het energetische of spirituele kant, hè, volg je hart, wat kan je doen om te ontspannen? Ga naar die visualisaties luisteren, die helpen je om te ontspannen. Ga mediteren. En mediteren, dat hoeft niet per definitie te zijn dat je een uur in lotushouding gaat zitten, want persoonlijk vind ik dat een enorme uitdaging. Maar je kunt ook 10 minuten aan het begin of aan het eind van de dag even in stilte zitten. Of je kunt een legpuzzel maken. Dan ben je ook, gaat erom dat je met mediteren even je gedachten uitzet, als het ware. En als je een legpuzzel gaat maken of een kruiswoordpuzzel, dan ben je gefocust op het maken van die puzzel. In plaats van de gedachten die door je heen schieten. Of misschien doe je aan paardrijden of zwemmen. Of loop je graag met je hond. Ga dan met je hond lopen. En ga je focussen op de bloemetjes die je op je heen ziet. Of de geluiden die je hoort. Dat is ook een vorm van meditatie. Nou, dan komt nu ook weer een mooie tijd aan. Hè? Ja. Het is zomer. Ga lekker naar buiten. Maak een strandwandeling als je in de buurt van het strand bent. Of ga het bos in. Ga de hei op. Wees creatief, maar ga vooral iets doen waar je blij van wordt. Want overal waar je jezelf gaat dwingen om iets te doen, omdat deze heeft gezegd dat je moet mediteren, gaat niet werken. Want dan gaat je systeem van in de stress en van stress word je dik. Dus doe dat niet. Ik heb je ook gezet een korte pauze in de natuur. Nou, misschien ben je niet in staat om even naar de natuur te gaan. Maar waarom ik dit erin heb gezet, is omdat je patronen wil gaan doorbreken. Dus als je merkt dat je veel achter elkaar werkt, of dat je stress hebt van je werk, of dat je veel negatieve gedachten ineens door je hoofd ziet, voelt of wordt gaan, dan kan het wel helpen om dat patroon te onderbreken door even de deur uit te stappen en even een paar keer diep in te halen, terwijl je gewoon even buiten in de tuin staat of op het balkon waar je dan net bent. Of als je op je werk bent, dat je heel veel het raam openzet en even je hoofd naar buiten doet om even een paar diepe ademhalingen te doen. En wat je dan doet op onbewust niveau is dat je even je systeem een signaal geeft van: ik onderbreek nu dit patroon van malen bijvoorbeeld, of stress op je werk, of net wat er dan aan de hand is wat niet ondersteunend is. En dan knip je als het ware dat draadje even door. En dan, dat is ook een manier om jezelf even een reset te geven. Dus wat we niet hebben besproken, Dee, is beweging. Ja, klopt. Zullen we daar even heel kort iets over zeggen? Ja. Ik stel hem even terug, deze slide. Ja. Ja, zal ik het zeggen? Ja, oké. Okay. Zoals we hebben geen beweging niet apart genoemd op een van de slides, maar bewegen is wel in principe een onderdeel van de Gabriel-methode, maar niet volgens zeg maar de obese, het programma obese format. Nee, waar het bij de Gabriel-methode om gaat is dat je sowieso op zoek gaat naar een vorm van beweging die bij je past, die je dus blij maakt, die je kan volhouden. Het gaat helemaal niet om cardio training waarbij je een uur lang op een loopband moet gaan rennen, maar veel eerder om dat gevoel van, John noemt dat get thin or get eaten. Het gevoel dat je lichaam, het lichaam interpreteert dan: hé, ik moet korte sprintjes trekken, dus er zal gevaar zijn waar ik snel voor weg moet kunnen rennen. En op die manier gaat ook de vetknop uit. Nou, er is een Japanse onderzoeker geweest, een wetenschapper, die heeft gewerkt met twee controlegroepen. En die heeft een vorm van training ontwikkeld, die heet Tabata training. Kun je gewoon opzoeken op YouTube. Er staan heel veel filmpjes op voor gevorderden, maar ook voor beginners. Waarbij je eigenlijk dat principe aanwakkert binnen in je systeem. Dus zoek een vorm van beweging waar je blij van wordt. En doe dat volgens de Tabata-principes. Hoe spel je dat? Tabata? T-A-B-A-T-A. Dus Tabata, precies zoals ik het zeg. Google het maar. Het is high impact, maar ook low impact. Dus low impact betekent dat het laag impact heeft. Ja. Dus iedereen kan dat volgen. Als je nou denkt, daar word ik nu al nerveus van, doe het niet. Want overal waar je nerveus van wordt of stress van krijgt, ga je gewoon nog niet doen. Dat wil niet betekenen dat je het nooit doet, maar op dit moment misschien niet geschikt. Doe dan wat je wel kan. En misschien is het enige wat je nu kan of wil, even de deur uitlopen en aan het einde van de straat lopen en dan weer terug. En dat is ook prima. Want wat je wil is dat je je lichaam het signaal geeft dat het prettig is om te bewegen in dit geval. Precies. Misschien hou je van zwemmen of een stukje fietsen. Yoga inderdaad. Qigong. Zo heb ik jarenlang mezelf gedwongen om naar de sportschool te gaan om daar op de lopende band te staan. En op een gegeven moment dacht ik, dit wil ik niet meer. Maar wat wil ik dan wel? En voor mij was het antwoord lopen, buiten. Dus dat ben ik begonnen te doen jaren geleden. Eerst een kwartiertje, want toen, ja, dat was het enige wat ik kon of wou. En nu loop ik met gemak een uur en wil ik eigenlijk nog niet terug naar binnen na dat uur. Dus ben gaan zoeken naar iets waar ik blij van werd. En dan is het ineens weer leuk om te gaan bewegen. En hou het klein. Kleine stapjes vooruit. Als je hulp daarbij nodig hebt of vragen daarover hebt, je kunt ons altijd benaderen of even een mailtje sturen of bellen of een afspraak maken.
die smart modus. Dan komen we bij het einde van onze presentatie. En dankjewel voor je aandacht zover. De smart modus is een staat van bewustzijn waar je supersnel leert. De visualisaties die we aanbieden in onze webshop, die hebben een muziekje eronder staan. En dat muziekje en de manier waarop de visualisaties zijn ingesproken, die zorgen ervoor dat jouw hersenen in een bepaalde trillingsfrequentie komen. En dat noemen we de beta-staat. Zeg ik dat goed? Ineens begin ik te twijfelen. Theta. In de eerste instantie is het alfa. En dan als je in een diepe meditatieve staat komt, heet die theta. Onze normale staat, dat heet beta. En in de beta-toestand is eigenlijk de weg naar het onderbewustzijn afgesloten. Dus als jij iets heel graag wil, je wil bijvoorbeeld afvallen, maar je onderbewustzijn heeft besloten dat dat niet veilig is, dan kun jij proberen om jezelf te dwingen af te vallen. Nou, we weten allemaal inmiddels dat dat dus niet werkt. Nou, hoe kan je dan toch informatie aan het onderbewustzijn geven? Daarvoor is het nodig, essentieel dus, dat je in een andere staat terechtkomt, een andere bewustzijnstoestand. En de eerste bewustzijnstoestand, dat zijn gewoon hersengolven, die kunnen ze meten, die heet alfa. En in alfa leer je veel gemakkelijker. En dat doen onze visualisaties. Die brengen je in een alfa toestand, waardoor het onderbewustzijn weer nieuwe dingen kan leren. Oké. De theta-staat is de diepe staat van bewustzijn. Is de diepe meditatieve toestand. Daar kom je meestal niet zo snel. Dan moet je jarenlang voor mediteren, tenzij je iets gebruikt om daar sneller te komen. Dat is een ander verhaal. Oké, nou, het gaat erom in ieder geval dat die visualisaties waar je naar luistert op een bepaalde manier zijn samengesteld, zodat je in staat van ontspanning snel nieuwe informatie kunt opnemen. En omdat wij dus bij de GABA-methode erg zijn van het gemak, maak het zo makkelijk mogelijk en hou de stapjes zo klein mogelijk. Zijn die visualisaties echt een hele belangrijke ondersteuning in je proces. Dat is iets waar je nu al mee kunt gaan beginnen met ontspannen. Die vind je bij ons, die zijn speciaal voor de GABA-methode gemaakt, door ons vertaald en opnieuw ingesproken. Zijn dezelfde visualisaties die John gebruikt. Die bieden we aan in de GABA-methode webshop, die kan je per stuk aanschaffen. Maar je kunt ze ook in pakketten aanschaffen. En we hebben er eentje gemaakt die heet Lichter Leven. Dat is speciaal gebaseerd op dat emotionele en mentale stuk. En we hebben er eentje gemaakt, een pakket gemaakt, en die heet Verbeter je spijsvertering. En die is vooral geënt op het lichamelijke stuk. Ik ga gewoon eens naar die GABA-methode webshop. Daar vind je alles bij elkaar. En we hebben de prijzen heel aantrekkelijk gehouden, zodat het voor iedereen toegankelijk is en iedereen daar gebruik van kan maken. www.degabrielmethodewebshop.nl. Ja, dan zie je op de slide staan de GABA-methode.nl. Als je daar achter GABA-methode webshop plaatst, dan kom je op onze webshop en daar vind je de Vega toevoegingen. En eigenlijk alles wat de binnen GABA-methode wordt aangeboden om dit proces te ondersteunen. We maken het zo makkelijk mogelijk. En alles is uitgetest en geprobeerd en werkt. En heeft de zegen en ondersteuning van John Gabriel. We opereren natuurlijk uiteindelijk vanuit zijn naam. Dus alles wat wij aanbieden heeft de goedkeuring van John Gabriel zelf. Alleen wij hebben het nu binnen Nederland toegankelijk gemaakt voor iedereen. Ja. Oké, Marjolein, heb ik alles gezegd? Nou, voor nu denk ik wel. Mocht je vragen hebben, dan kun je kijken of die beantwoord worden op de site. En zo niet, dan ben je natuurlijk altijd vrij om een mailtje te sturen. Als dat binnen grenzen te beantwoorden is, dan doen we dat graag. En anders is het wellicht leuk als je een keer een persoonlijke sessie voor jezelf boekt, zodat je erachter kunt komen wat jouw persoonlijke fat switch triggers zijn, zoals dat zo mooi heet. Ja. En wellicht is het nuttig om eens een tijdje lang met iemand samen te werken. Dat zou ook kunnen. En je kunt natuurlijk ook altijd kijken hoe ver je op eigen houtje komt. Op de GABA-methode.nl, onze webshop, vind je ook recepten. Misschien vind je het nog lastig om wat eet ik dan erbij en wat zijn GABA-methode vriendelijke recepten. Daar vind je een hele selectie daar op de website. Je kunt de coaches kun je daar vinden, je kunt tips vinden. Er is van alles nog wat te zien, dus het is zeker de moeite waard om daar even naartoe te gaan. En daar is een wandeling te maken rondom de website. Als je op Facebook zit, we hebben onze eigen Facebookpagina, die heet ook gewoon de GABA-methode. Daar delen we van alles en nog wat blogs en tips en recepten en ook de moeite waard om dat te volgen en te liken. Zodat je automatisch, als je de pagina een like geeft of op volgen drukt, dan krijg je automatisch de updates op je Facebook te staan. Je weet ons te bereiken nu. Je kunt het alleen doen, maar ga alsjeblieft niet worstelen met de GABA-methode. De GABA-methode is gewoon een hartstikke leuke, makkelijke methode die iedereen kan volgen. En die wat meer tijd kost dat wel, ja. Ja, dat dan weer wel. Ja,
Maar dat mag je jezelf ook gewoon gunnen. Want we zijn al veel te gehaast in deze maatschappij. Absoluut, dat heb je heel mooi gezegd. Dankjewel dat je het zo prachtig verwoord hebt. En zo helder, denk ik, en duidelijk. Dankjewel. Ik hoop dat jullie de essentie begrepen hebben van de Gabriel-methode. Of Gabriel-methode, hoe je het dan ook wilt zien. Of zeggen, allebei goed. Voor nu nemen we afscheid van jullie. Hou alsjeblieft de Facebookpagina in de gaten voor de volgende link. We hebben getracht om met deze Gabriel-methode inspiratieserie allerlei verschillende aspecten van de Gabriel-methode te belichten, zodat het jullie verder helpt om de Gabriel-methode te integreren in je leven en eindelijk klaar te zijn met die hele strijd met dat gewicht, hè? Want dat is wel eens een keer voorbij. Ja. En lekker jezelf zijn, want je bent prima zoals je bent. Zo is het. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren.